daar is het busstation en het gewone station. Nou ja, zoals jullie zien, Jan die zit omzingeld door Rijka en Elwin. Hallo lieve vrienden, een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag 26 juni en we leven op mijn horloge 3 minuten over 11, maar ik ben 3 minuten voor, dus zeg maar 11 uur. Ik moet opschieten, want ik ga met de meisjes lopend naar het station, want onze Jan die komt om 10:45 daar aan. Dus helemaal gezellig! Ook heb ik voor vanmiddag rond 3:45 Marianne en Mario ervoor bij uitgenodigd. Dus dat wordt een leuke, gezellige, weer een drukke dag. Maar maakt niet uit, we gaan er gewoon een gezellige dag van maken. Heel gezellig, gewoon leuk. Ik ben er blij mee dat Jan eindelijk weer eens een keer komt, want ik heb hem alweer een hele ruime tijd niet kunnen zien vanwege, de corona, laat me zeggen. Hè? Ja, ik heb het en ik heb het niet. Ja, een biertje, lekker. Maar ik heb momenteel ook niet een biertje in huis. Nee. Maar welkom bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beesterboel. Geniet ervan. En beleef deze dag met mij mee. Ja, helemaal gezellig. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Tot later. Zo, lieve vrienden, ik zit op mijn rollator te wachten totdat de bus komt. Want hij komt met de bus aan uit Hoorn, onze Jan. De hondjes zitten naast me. Want er was eentje ligt, eentje staat. Nou, ideaal, toch? Ja, als jullie het zo kunnen zien. Want ik zie niks, ja. Met mijn eigen ogen naar de honden toe. Dus ja, het komt helemaal goed, mag ik hopen. En ik verheug me op deze dag. Maar ja, ik zit er recht tegenover. Ik draai jullie even om. Daar is het busstation en het gewone station. En daar is momenteel geen bus te zien. Maar dat doet er niet hoor. Nee hoor. Helemaal niks. Ja. Want ja, ze zijn aan het werk aan het station. Dus ja, daar kan je niks aan doen hè. Nee. Tenminste aan het station, aan het spoor. Ik moet wel goed zeggen. Ze zijn aan het werk, aan het spoor. Nou ja, dat kan. Ja, moet ook gebeuren. Moet ook bijgehouden worden. Moet vervangen worden, moet vernieuwd worden. Dus ja. Dus komt allemaal goed, lieve vrienden. Als Jan er is, dan pak ik jullie er ook weer bij. Tot dan. Nou, lieve vrienden, er is een bus gestopt. Ik ben benieuwd of onze Jan daar ook in zit. Ja, daar loopt hij. Jan! Overkant! Hero! Hij komt er al aan, gelopen met zijn cap op. Dus ik zal de honden ook even met een hand vasthouden voordat die mij wegtrekken. Wie is dat? Is dat toch Mian? Ze zit aan mijn vast, nooit roepen, dichterbij komen. Ho, ho, ho. Hallo lieverd. Hi. Ja. Rij kan niet doen. Zo, nee. Ben jij blij, meisje? Och, gosh, twee blije hondjes. Ja, hey, ja, twee blije hondjes. Hé? Hey? Nou, Rijka, wat doe je nou weer? Nou, ja, Rijka. Zo. Wachten. Nou, doe je zelf. Oh, je hangt je op. Zo. Ja, zo, even gaan. Die kleine meid, Rijka, die ging onder Elwing door en nog een keer eronder door, dat ze er zelf op hing. Ja, hoe dom kan je wezen, Rijka?
Maar oké, wij gaan weer lopend door de half door de stad en over de gracht, zo weer naar huis. Dus ik zou zeggen, we gaan naar huis. Doei doei. Ja, lieve vrienden, ik heb, zoals jullie daar zien, de telefoon leggen. Want ja, ik heb Karin weer even aan de telefoon. Ja, onze zieke Karin. De ene keer gaat iets beter dan de andere keer. Maar ach, ze komt er wel weer bovenop. Echt wel, we sleuren haar er gewoon erdoorheen. Maar ja, ik heb ook natuurlijk Jan van Dam opgehaald. En die zit daar. Ja. En we hebben al een aantal bakken koffie op. We hebben al de lunch op. Oh. En we hebben al een gebakje op. Ja, en dat was lekker of niet? Lekker, zeker lekker. Mooi zo, daar ben we blij om, toch? Ja. Ja. Ik ben heel blij dat ik hier ben, dat ik hier ook weer ben. Mooi, ja, ik ben ook blij dat je er bent. Ja, zeker te weten, echt wel. We kunnen met elkaar praten, of over van alles en nog wat. Over koetjes en bijtjes. Over koetjes en kalfjes, zeg ik altijd. En de bijtjes en de bloemetjes. En ja, de echt. En over de mensen. Echt wel. Over iedereen en nog wat. Ja, en nou, en vanmiddag rond een uur of vier zouden ook Marianne en Mario nog komen. Dus we zullen het beleven. Ja. We maken er een gezellige boel van. Ja. Ja, en we hebben ook nog natuurlijk lekkere hapjes. Maar ook heb ik nog voor vanavond nog lekker eten voordat Jan weggaat. Ja. Want ik wil absoluut niet hebben dat Jan met een lege maag weggaat. Nee. Oké, een plakje worst en een stukje kaas, dat is ook voedsel, maar dat is lekker. Ja. Hij moet ook eten, gewoon fatsoenlijk eten hebben. Ja. Ja, en dat krijgt hij ook. Dus het komt allemaal goed, het is allemaal klaar. Het staat in de koelkast, dus ja. Het is even in de magnetron en dan is het, is je mee. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Doei! Nou ja, zoals jullie zien, Jan die zit omzingeld door Rijka en Elwing. Ja, die heeft er helemaal schik in, onze Jan. En de meisjes worden verwend. Ja. En ik hoor net van Karin dat het in Den Haag al regent. Want ja, ik heb nog steeds Karin aan de telefoon. En ik heb worst met kaas op tafel staan. En we wachten tot de dames komen. Zowel Mario, zowel Marianne. Maar in ieder geval, deze dames worden door twee handen verwend. En dat vinden ze maar wat heerlijk. Ja, en in Den Haag regent het dus al, zoals ik al zei. En ik meende van onweer. Ja, dus ja, helemaal bizar. Maar oké. Dus ja, voor de rest weet ik het allemaal niet. Karin die is nog steeds ziek en wat ik nou ook tot mijn verbazing hoorde van Karin, dat ook Roderick schijnt besmet te zijn, maar die voelt zich nog niet ziek. Nee, die markeert nog verder dus niks dan enkel dat hij besmet is. Maar ja, hij kan ook alleen nog besmet blijven en niks verder markeren. Laten we het hopen dat hij met vlag en wimpel doorheen komt. En ja, ook zijn vader is jarig, Karin haar schoonvader. Dus ja, ook aan die kant gefeliciteerd, flappert vanaf Den Helder. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En het is hier ook nog steeds mooi weer. Ja. Het zonnetje schijnt. Het is wel wat bewolkt, maar dat is de hele dag al. En ook schijnt de zon lekker erdoorheen. Dus ik ben er helemaal blij mee. En ook is Jan er blij mee. Ja. Ik heb wel de deur dicht, maar dat is gekomen eigenlijk door de buurman, die had te veel herrie, maar dat maakt niet uit. Ik heb wel het keukenraam open. Maar ook dat kan. En kijk, en boven de zee is het grijs en grauw en triest. Maar ja, maakt allemaal niet uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Gaan wij ook doen, of niet, Jan? Ja, zeker weten. Oké, dat dacht ik ook. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 00:25, oftewel bijna half één. Jan die is natuurlijk al lang al naar huis.
Toen Jan naar huis is gegaan, heb ik nog even een broodje gegeten, want we zouden samen eten. Maar hij was vol en ook Mario en Marianne die gingen natuurlijk later weg dan gepland was. Dus toen had Jan ook geen tijd meer om nog te eten. Dan denk ik nog even wat drinken en ik heb hem meteen tanden meegegeven voor naar huis. Ik heb hem ook eten meegegeven naar huis. Ik denk, dan kent hij dat morgen eten. Hartstikke leuk, gezellig. Het was top, heel leuk. Ik heb ook vergeten te vloggen dat Mario en Marianne er waren. Helemaal vergeten jullie erbij te halen. Omdat het gewoon druk en gezellig was. Maar in ieder geval, Jan die was weg. Ik had gegeten. Toen ik de dames uitgelaten, die nou op de bank hieronder liggen. En ik kom thuis. Ik had net de boel weer aan de kant, maar later, et cetera. En ik zit net zo, heerlijk, met mijn spul. Ik zou net aan mijn spul beginnen. En de poort weer open. Ik denk, wie komt daar nou aan? Krijg ik weer visite. Ik denk, oké. Leuk, gezellig. Ja toch, moet kunnen. Dus ja, al met al drukte en daardoor vergeten. En mijn excuus daarvoor. Ja, maar ik hoop wel dat jullie een hele gezellige dag hebben gehad. En als jullie deze vlog nu leuk vinden, nou, er staan van die duimpjes, eentje omhoog en eentje naar beneden. Nou, als je een van die twee aanklikt, mag van mij. Maar doe er dan ook even een reactie bij. En schrijf waarom je het leuk vindt of schrijf erbij waarom je het niet leuk vindt. Wie weet kunnen we daarvan leren. Ja, je weet maar nooit. Toch? Ja. Wat moet jij er niet mee? Die zegt nou dat het 12:30 is. Nou, dat kan niet. Want die springt net op 28. En mijn horloge zegt 29. Nou ja, oké. Maar oké, gewoon liken. En leuke reactie. Vergeet niet te bellen, niet te abonneren, doe dat allemaal, dat staat er allemaal wel onder aan de rechterkant van de vlog. Als je er zo voor zit, dan staat het aan de rechterkant, ja. Dus ja, kan niet missen, abonneren en dan komt er een belletje, kun je bellen. Dan krijg je ten alle tijd het wel te horen op je mobiel van... Er is weer een vlog van Corinne en de Beestenboel online. Nou, gezellig toch? Dan kun je weer leuk in komen kijken, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, maak reclame van mijn part, maakt allemaal niet uit. En kom er gezellig bij. En ja, geniet van alles. Ja, wat jullie te zien krijgen. Ik probeer het wel leuk te houden. Ja, oké, het is met een lach en een traan. Maar dat moet kunnen, zo is het leven. Ja. Dus ik zeg, lieve vrienden, voor nu, welterusten. Slaap lekker met mooie dromen. En morgen weer gezond uit je bedje zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En wie weet, ik weet het wel, maar weet jij het, dat God houdt de wacht. Zeker te weten. Doei!